je kan eigenlijk doen en laten wat je wil, als je je werk maar doet. Voor de rest lekker in de buitenlucht. Je geniet elke dag in de omgeving waar je komt. Geen dag is hetzelfde. Mijn drijfveer om chauffeur te zijn is gewoon dat ik het gewoon mooi vind om auto te rijden op een vrachtauto. Mijn persoonlijke drijfveer is ook om bezig te zijn. Vooral op mijn leeftijd dat ik nuttig bezig kan zijn. Dat is goed voor mijn lichaam. Vrijheid voor mij in het vak houdt in dat je alleen op pad gaat en zelf een grote machine mag besturen. Ja, de verantwoording daarvoor draagt. Er kijkt eigenlijk niemand rechtstreeks over je schouder mee. Je moet natuurlijk wel je werk doen. En daar word je ook wel op gecontroleerd natuurlijk. Maar als je gewoon normaal je werk doet, heb je wel alle vrijheid om je eigen ding te doen in de auto en op losse adressen. Je weet wat de kaders zijn, maar daarbinnen mag je zelf invullen. Niemand bemoeit zich ermee hoe je gaat laden, hoe je vertrekt, welke route je volgt. En als er onderweg iets gebeurt, dan is er niemand die jou zegt dat moet je zo doen of zo doen. Op basis van je eigen verantwoordelijkheid mag je bepalen. Als chauffeur kom je op veel verschillende plekken. Het werk is afwisselend. De ene keer rij je op de Veluwe in de bossen. De andere keer rij je in het centrum van Rotterdam. Of soms heb je korte ritten en ben je s'avonds thuis. Een andere keer heb je langere ritten en dan slaap ik onderweg. Rijden door de kleine dorpjes en rijden door de grote steden. Dat is echt voor mij de afwisselende vrijheid van deze vak. En ook contact met verschillende mensen waar ik of lossen of laden ga. En afwisselend van dit werk, dat ik af en toe rijd ik diepvries of gewoon winkelrit, distributie winkelrit. Dat is afwisselend, dat is ook voor mij de voer van vrijheid. De grootste vrijheid voor mij is van het rijden zelf. Of het nou de wat grotere afstanden zijn of de wat kleinere. Dat maakt voor mij echt helemaal niks uit, zolang ik maar lekker onderweg ben. Ik begin vroeg, onderweg naar mijn werk, überhaupt al geen file. En dan is het gewoon lekker rustig wakker worden met een bak koffie. Je gaat laden en dan ga je eigenlijk gewoon op pad. Ja, en de vrijheid is toch gewoon, je kan doen en laten wat je wil. Je bent gewoon lekker in de buitenlucht, je bent bezig. En dat is eigenlijk mijn dag. En aan het einde van de dag ga je weer naar huis toe. Je werkt wel, maar ik heb niet het gevoel dat je lekker natuurlijk in de buitenlucht bent omringd door allerlei mensen die gewoon wel dagjes vrij hebben. En dat geeft jou het gevoel alsof je eigenlijk ook een vrije dag hebt. Voor mij vind ik de ultieme vrijheid is als je ver weg bent, je werk klaar hebt en alleen nog maar naar huis hoeft te rijden. Dus bijvoorbeeld vorige week had ik een ritje Bretagne. En dan kun je gewoon 900 kilometer naar huis rijden. Dan is de auto is geladen en dan heb je eigenlijk de tijd aan je eigen. En dan is het gewoon lekker op vrijdag richting huis rijden, naar het weekend toe. Je hebt geen bekommeringen meer van laden of lossen. Je komt met je tijd goed uit en je rijdt gewoon lekker naar huis toe. Ik ervaar de vrijheid op een gewone werkdag. Door met een mooie degelijk autopad te kunnen gaan. En dat is voor mij toch wel een Scania, en anders zou het een Volvo zijn. Het lekkerste is dat gewoon als het ultieme mooie weertje is, gewoon een klein beetje zon, hoeft niet echt warm te zijn. En dan gewoon lekker mijn ding kan doen en gewoon kan laden en kan gaan lossen. Ja, bij mooie filiaaltjes kom. En vrolijke mensen, dat is altijd fijn om te hebben. De afwisseling vind ik fijn. Ik weet nooit hoe een dag loopt. Er kan ook af en toe een ritje vervallen. Maar samen met de planning zorgen we dat alles weer netjes op rolletjes loopt. Verder vind ik het ook heel fijn van de winkeldistributie dat je op één dag tijd bij meerdere winkels komt. Dus ook meerdere plekken. En het enige nadeel is dat je natuurlijk wel een beetje aan de tijden moet gaan houden voor het laden en lossen. Maar verder is het heerlijk dat je niet constant op je vingers gekeken wordt. De meeste voldoening uit mijn werk haal ik door dienstbaar te zijn aan de maatschappij. Ik ben onderdeel van de maatschappij in een belangrijke functie, het bevoorraden, zodat iedereen kan leven. Als je niet in deze sector werkzaam bent, dan heb je geen idee wat er allemaal speelt. En door wel werkzaam te zijn in deze branche, transportsector, dan heb je eigenlijk alle schakels heb je in beeld van wat er allemaal eigenlijk plaats moet vinden voordat de goederen bij de mensen thuiskomen. Als ik ergens op tijd kom, dan de klant is blij en ik ben ook blij. Dat geeft mij heel veel voldoening. Ik ben echt positief ingesteld. Dus ik ga elke dag op pad met plezier en opwerken met plezier. Als je dan kijkt naar mijn drijfveer, is toch wel mijn drijfveer toch
een groepje collega's onderling zeg maar, die ik heb in Tilburg. Ja, dat we gewoon elkaar in stand houden en gewoon als de ene shitdag heeft, zeg maar, dan zegt de ander van, hey, kom wel weer goed of zo, weet je wel. En dan trek je elkaar toch weer omhoog en dan gaat het altijd wel weer goed. Ik heb met bepaalde collega's heb ik in de loop van de jaren goede banden opgebouwd. Ze zitten dan niet in de vriendenkring, maar buitenom het werk spreek ik regelmatig met collega's af. Ja, nou dat is misschien een beetje gek om te zeggen, maar hij heeft ADHD en ik heb ook zware ADHD. Dus samen twee drukke mensen op de wagen natuurlijk. Als we samen zitten, we kunnen eigenlijk alles doen, alles zeggen, laten wat we die kunnen. We de hele dag lol trappen. En het is ontstaan toen ik met hem voor de eerste keer moest rijden. Toen ik bij mijn vaste collega weggehaald. En toen hadden we eigenlijk gelijk een klik. Dus hadden we aangegeven of wij samen mochten op de wagen. En dat vonden ze goed.